Marciano, ja, er straalt een hoop ongeloof van je af. Wat is het? Hoe kan je het beste omschrijven? Ja, ik denk dat. Vorige week eigenlijk al en nu weer. Wat je zegt, ik kan het niet geloven, man. Twee potjes en je verliest gewoon allebei. Dan verdien je het ook niet om vandaag kampioen te worden. Nee, niet vandaag, maar het moet wel volgende week. Het moet volgende week. We moeten. Ja, het is wat je zegt, ongelooflijk. Als je het zo speelt en zo weggeeft ook, dan verdien je het ook niet. Is er wat gebeurd de afgelopen weken binnen jullie ploeg, dat je echt die spanning en die stress voelde? Als je een heel jaar bovenaan staat en je kan het gaan afmaken, dan komt er uiteindelijk wel wat meer bij kijken inderdaad. Blijkbaar bezwijken wij daaronder. Ik ook hoor trouwens. Ik kan wel zeggen, ik heb vandaag gescoord, maar daarna heb ik ook heel weinig laten zien. Alleen het is jammer dat je, volgens mij is het 8e minuut dat je op voorsprong komt en dan is het zo lekker eigenlijk. En dan, 2 minuten later staat het weer 1-1. Ik kan wel dingen gaan zeggen, maar ik snap er echt helemaal geen klote van. Ik snap dat jij er geen klote van snapt, inderdaad. Vorige week was het natuurlijk een dikkere nederlaag eigenlijk. Hebben jullie wel iets geleerd ervan? Want ja, nu gaat het recht ontspannen. Je hebt nog 1 weekje om toch weer die koppen recht te krijgen. Ja, je ziet het hè, voordat we van geleerd hebben. Niet echt, dus... het is ook ongelooflijk dat zij de Kozakken ook nog gelijk speelt. Dus had je gewoon 2 doelpunten vandaag en je had gewoon kampioen geweest. Nu wordt het daar... denk ik een spannend potje, een mooie pot. En uiteindelijk is het ook zo, wie daar wint, die is verdiend kampioen. Helaas zijn wij op dit moment nog niet genoeg om dat te zijn. En ik hoop dat we volgende week wel genoeg zijn. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Want het hele seizoen hebben we hier gestaan. Jullie stonden dik bovenaan. Het was een kwestie van tijd wanneer jullie die schaal omhoog zouden houden. Waarom moeten jullie het nou weer zo spannend maken? Ja. Wij vinden het leuk hoor, maar ik snap jullie niet. Ja, als het aan mij had gelegen was het te lang, gebeurd. Maar wat ik zeg, we zijn gewoon niet goed genoeg om dat te doen nu. En het doet pijn. Bij Kozakken Boys twitteren ze al, hey Katwijk tot volgende week. Ja, die hebben dat vertrouwen natuurlijk. Maar wat gaan jullie nou deze week doen om daar toch vol vertrouwen naartoe te reizen? Ja, we gaan gewoon doen wat we altijd deden. En schep je er bovenop en volgende week knallen daar. En dan zien we het wel. Vertrouwen houden. Altijd vertrouwen houden. Dankjewel.